beginnen nu. We hebben drie sprekers die sterk van buiten naar binnen kijken. Wat gebeurt er in onze omgeving, de omgeving van ICT voor onderwijs en onderzoek? Ik beschreef net al dat nieuwe technologieën steeds grotere datasets mogelijk maken. Dat er als gevolg dat er een enorme data-explosie ontstaat in de levenswetenschappen. En ook wat je daar ziet is dat het steeds multidisciplinairder is. Dat een enkele discipline niet meer in staat is om de oplossingen te verzinnen. En hoe daarmee om te gaan wordt zo uit de doeken gedaan door Barend Mons. En volgens de Harvard Business Review heeft Barend de meest sexy baan van de 21ste eeuw. Hij is namelijk data scientist. Barend is hoogleraar biosemantics aan het LUMC. Een van de wetenschappelijke directeuren van INBIC. En ook nog verbonden aan het e-science center. Barend, de vloer is voor jou. Dankjewel. Is die aan? Ja, hij is zeker aan. Dank voor de uitnodiging. Ik ben een beetje challenged op twee manieren. En beide zijn eigenlijk gerelateerd aan wat zojuist werd gezegd. Ten eerste kwam ik er in Zoetermeer achter dat ik vanuit Gouda dat ik mijn laptop vergeten was. En heb ik snel mijn dochter gebeld om het hele spul in Dropbox te zetten. En u ziet het alsnog hier staan. Dat was 4 jaar geleden ook vrij ondenkbaar eigenlijk. Dan zie je hoe snel dat soort dingen gaan. En het tweede is, even terugkomend op het internationale verhaal. Ik geef dit eigenlijk nooit in het Nederlands. Dus het zal misschien doorspekt zijn met allerlei Engelse termen. Want in de levenswetenschappen, zelfs als ik in Nederland een verhaal hou of we hebben een werkbespreking, dan zitten altijd 6 studenten bij die geen Nederlands spreken. Ik hoop dat het hier niet zo is. Dat iedereen Nederlands verstaat, dan kunnen we beginnen. Even nog weer terugkomend op de vorige spreker, Don Quixote. Zo heb ik me 10 jaar gevoeld. Wij roepen al 10 jaar, het moet anders. En we gaan heel anders met wetenschap om in de toekomst dan vandaag. Roepen in de woestijn. En ik heb eigenlijk nu mijn praatje in tweeën verdeeld. Eerst even laten zien dat dit begint te landen in staande organisaties en hele belangrijke dingen. Zodat het niet meer volkomen roepen in de woestijn is. En daarna laat ik even zien hoe wij dan in de life sciences met big data omgaan en met name het delen daarvan. Ik heb even een shot van de website van DTL, Dutch Tech Center for Life Sciences. Dat is eigenlijk een follow-up organisatie van Proteomics Center, Metabolomics Center, maar ook Surfsara en dergelijke zijn daarbij betrokken. Het e-science center, MBIC. En die proberen nu om top technology en cross technology te werken. Dus echt de grote technologie in de life sciences met elkaar te verbinden. Niet zozeer de apparaten die terabytes aan data uitspugen, maar met name de data die daaruit komen, zodanig interoperabel maken dat je daar ook integrative biology mee kan doen. Nou weet ik dat hier erg veel leken zitten. Ik zal dus ook iets over bioinformatics en biology vertellen, heel kort, om het een beetje in context te zetten. Dat is een PPP, een public-private partnership. Er zijn wel 70 bedrijven die hier ook belangstelling voor hebben in Nederland en ook mee willen werken. Anders gaat het ook niet werken, want een aantal dingen moeten bijvoorbeeld 24/7 in de lucht zijn, de hele dag. En dat kunnen wetenschappers niet. DTL gaat met name over de grote technologieën, genomics, proteomics, metabolomics, bioimaging, bioinformatics, e-science en systems biology. En het zijn eigenlijk hotels, als het ware, waar ook hele dure apparaten staan die te duur zijn om 2 keer aan te schaffen. En je ziet ook nu dat microscopen door 1 universiteit worden daar neergezet, maar de helft van de tijd is voor een andere universiteit. Het is gewoon te duur om die dingen op 2 universiteiten neer te zetten. En wat ik leid binnen DTL is het zogenaamde DISC, is het Data Integration and Stewardship Center. En net werd dat ook alweer even gezegd, wij hebben nu de statement, ik had eerst criminal als echte Nederlander, klinkt ook raar, maar wij zijn een beetje te forceful soms. En de Amerikanen hebben daarvan gemaakt, it is considered malpractice to generate data without a good data stewardship plan. Dus het is echt, wat net ook al gezegd werd, nou, ik vind het eigenlijk crimineel om taxpayers money uit te geven en dan allemaal data te spugen, terabytes, dat worden binnenkort al jottabytes, en dan vervolgens geen idee te hebben wat je met die data eigenlijk kan. Nou, wat is even snel naar bioinformatica, daar ga ik heel snel even doorheen. Dit zijn definities gegeven door Elixir, laten we even zeggen het MBIC van Europa, waar wij ook een node in vormen, het Nederlandse node. En de tagline is eigenlijk data for life. Nou, als je even heel snel kijkt op lekenniveau hoe complex alles is,
Dan zie je hier dat we beginnen natuurlijk altijd met genen, die worden transcribed, daar komen eiwitten uit. Honderdduizenden eiwitten die op miljoenen manieren met elkaar kunnen interacteren. En de pharma probeert heel voorzichtig om daar met kleine moleculetjes dingetjes in te veranderen, zodat ziektes niet optreden of genezen worden. Nou, dat is een ongelofelijke complexiteit. Maar het wordt nog veel erger. Want je hebt niet alleen al die niveaus die ik hier al nog een keer op een andere manier laat zien. Daar moet je dus data doorheen integreren. En wat betekent dat nou? Al die data, al die levels hebben weer hun eigen apparaten. Microscopen, NMR's, Next Generation Sequencing Machines. En die data zijn op allerlei formats die de fabrikant zelf even lekker in de hand houdt. En vooral niet laat samenwerken met de andere fabrikant, natuurlijk. Dan moet je lekker zijn apparaat kopen. Dat helpt natuurlijk niet om mee te beginnen. Vervolgens moet je ook nog door allerlei organismen heen, van een bacterie tot en met de fruitvlieg tot en met de mens, en kijken of je daar kaas van kan maken als je door die verschillende organismen heen nog iets zinnigs wil zeggen. En dat probeer je toch als bioloog heel af en toe. En dat is echt heavy lifting. Dus bij elk experiment nu komen data van cross-omics, zoals we dat noemen, bij elkaar, die vaak in beginsel, als ze gemaakt zijn, nog niet interoperabel zijn. En dat gaat DISC nu dus doen, door al die verschillende datalevels heen. En dat niet alleen om het volgende Big Data Nature paper te publiceren, van we hebben weer 1 miljoen Chinezen gesequenced, hoera, geen idee wat we ermee doen. Maar echt om dus in groen, rood en wit, zoals wij dat noemen, hè, dus voor precision breeding in de plantkunde, voor allerlei geneeskundige dingen, maar ook voor biotechnologie, nieuwe dingen te verzinnen. Nou, als je dat heel even alleen de medicine neemt, ik ben medisch bioloog, dus dat is mijn achtergrond, dan zie je hier ook alweer even hoe die complexiteit zich dan ook vertaalt in wat je ooit probeert te doen bij een mens. Je hebt biobanks met buisjes waarvan allerlei tissues in zitten. Daar zitten natuurlijk privacy issues aan. Je wil al die data toch zoveel mogelijk delen. Hoe voorkom je dat mensen dat terug kunnen traceren naar de patiënt? Zeker als er DNA-gegevens bij zitten, dan is privacy verder natuurlijk een illusie. Dus dan kan je daar weer hele grote discussies over gaan opzetten. Maar als ik je genoom heb, ik weet dat je een man bent, dat weet ik trouwens uit je genoom sowieso. En ongeveer waar je postcode is, dan weet ik al wie je bent. Nou, wat eigenlijk het allergrootste probleem is in de life sciences, ik weet niet of u het verhaal kent van de emperor die gered werd door een arme boer in China. En dat hij zei, 1 rijstkorrel op het eerste vakje van het schaakbord en verdubbel dat nou elke keer. En dan wil ik alleen maar de hoeveelheid rijst die op vakje 55 komt. Nou, toen bleek dus dat ongeveer 1 meter rijst over de hele wereld nog niet genoeg was. Als we dan even nadenken, dat je ziet hier de Moore's Law, hè, every 18 months doubling of the computer power and storage. Maar even heel scary, dit rode lijntje, dat is natuurlijk nog maar kort, want we zijn nog maar net bezig. Dit is alleen NGS, hè, Next Generation Sequencing. De data verdubbelen elke 9 maanden. Dus ik zei net tegen Jeanette Ridder van het ministerie, als ik dit doortrek met dat Chinese verhaal, op vakje 45, niet eens 55, spanderen we het hele bruto nationaal product van Nederland om deze data te analyseren. Dus ga er maar aan staan. En dit is echt het systeem. Dan moet je ook nog weten dat dit worden de jottabytes. En deze data zijn heel anders dan die van Marco, ik weet niet, hij werd net genoemd, van Astron. Ik weet niet of hij in de zaal is, maar ik pest hem daar altijd mee op het e-science center. Zijn data zijn, we zien niks, we zien niks, we zien niks. Oh, daar ging een neutrino, nu zijn we te laat. En onze, dus dat zijn allemaal nulletjes en dan een eentje, zeg maar even. Terwijl bij ons is het zo dat wij die data, die zijn ongelooflijk informatiedicht, information dense. Dus het is ook nog eens ontzettend moeilijk om er iets uit te halen. En op dit moment zie je dus dat het overgrote deel van het geld wordt besteed aan datageneratie, terwijl eigenlijk goed data stewardship voor minder dan 5% van de totale hoeveelheid geld kan gedaan worden. He, dus als Nederland 400 miljoen aan datageneratie uitgeeft, dan ben ik al blij als ze DISC 20 miljoen geven. Dan hoor je mij voorlopig niet meer. Behalve op praatjes zoals dit misschien. Nou, het is natuurlijk voor al die verschillende dingen van belang. Daar gaan we het verder maar niet over hebben. Maar waar ik het nu over wil hebben is, hoe gaan wij daar nou mee om? En wij hebben het concept nanopublicaties. Daarom heet de titel ook ultrakleine oplossing voor het ultragrote probleem. Nanopublicatie geïntroduceerd. Daar is een artikel over gekomen in Nature Genetics. En dat heeft erg veel losgemaakt. Dus eindelijk
heb je het gevoel dat je geen Don Quixote meer bent. En daar hebben we ook in gezegd. Wij zeggen in zekere zin dat we moeten op een hele andere manier gaan publiceren. 5 jaar geleden, en dat was een van de redenen dat ik een Don Quixote was, riep ik nog waar Elsevier in de zaal zat. Vergeet het artikel, allemaal onzin, ook al die dingen, dat Surf dat artikel wil verrijken. Allemaal voorbij. Ik ben daar iets genuanceerder over nu. Je wordt ook ouder en wijzer. En nu beginnen de publishers ook helemaal geïnteresseerd te raken. Want wat je nu zult zien, en daar zal ik zo wat voorbeelden van geven. E-science is in feite dat wij met de computer reasonen over, 200 miljard beweringen. Die zijn gedaan in wat ik noem het explicitome. Alles wat we al gezegd hebben in de life sciences en geschreven. Daar proberen we uit het implicitome dingen uit te halen. Dan krijg je een hypothese. En dan ga je vervolgens kijken of die klopt. Nou, ik zal daar wat. En dan wil je toch het artikel lezen van waarom zou ik deze triple, zoals we dat in het semantic web noemen, geloven. Ga ik terug naar het artikel om te lezen hoe het experiment was gedaan en dat soort dingen. Dus ik zie nu een rol voor narrative. En het is wel grappig dat een beroemde tweet van Anita de Waard van Elsevier. Bij een van mijn lezingen die zei, nou heb ik eindelijk opgegeven dat er nog een waarde is voor het full text article. En nou ziet Barend er ineens weer een waarde in. Dus dat is een, ja, je kan ook wel eens van mening veranderen. Nou, Elixir is een Europees wijd netwerk. Je ziet nu dat 13 landen hebben getekend. En wij gaan dus als Nederland, de node in Nederland, DISC, gaan we ons ook opwerpen om onder andere dit verhaal helemaal uit te werken en alle databases die voor allemaal van belang zijn in dit format te zetten en daar iets mee te gaan doen. Nou, dan gaan we dus naar part 2. Ik noem dat nu Bignorance Driven Science. Ronald Plasterk noemde het Ignorance Driven, maar het is zelfs Bignorance Driven. We hebben geen idee waar we aan beginnen. Want als je een apparaat aanzet in de life sciences nu, dan krijg je dit. Vroeger noemden we dat een hairball. Larry Hunter uit Amerika heeft er een prachtige term, ridiculogram, voor verzonnen. Je kunt hier natuurlijk helemaal niks meer mee. En je ziet alleen maar een hele grote hairball van allerlei genen en eiwitten en zo, die allemaal op bepaalde manieren met elkaar samenhangen. En het is altijd waar. Want als dit 25.000 genen zijn, dan weet ik in ieder geval één ding zeker. Ze hebben één ding gemeen, ze maken ons mens. Beetje te complex om dat precies uit te vinden. Dus je kunt niet zeggen, ah, dit is allemaal noise of onzin. Het is allemaal waar, maar het is te complex om er iets in te zien. Nou, als je nou ziet waar dat naartoe gaat, dan zie je dus dat in The Economist wordt gezegd van, nou ja, dit wordt een groot probleem. We krijgen zettabytes en dan jottabytes. En steeds meer datasets zijn simpelweg te groot om te publiceren. Neem even Phantom 5 van het Riken Institute in Japan. Als je dat zou willen publiceren in een normaal tijdschrift, laten we zeggen Nature, dit wordt meestal in Cell gepubliceerd, met één artikel en dan een enorme supplementary data file, dan zou het $15,8 miljoen kosten en de volgende 3600 jaar van Nature beslaan. Dus dat is ondenkbaar dat we dat op die manier gaan publiceren. Maar die data en die databases zijn niet citable, dus ik krijg er als wetenschapper geen hogere H-factor van als iemand mijn website citeert. Dus daarom worden ze vaak niet gedeeld. Als je deze ongelooflijk belangrijke dataset wilt vinden, dan moet je bijna bioinformatician zijn om dat te vinden. Nou, BGI, het grote sequencing center in China. Nu is net de ENCODE dataset uitgekomen, waarin blijkt dat 80% van wat we vroeger junk DNA noemden, toch tot expressie komt. En eigenlijk bepaalt wanneer genen aan en uit moeten. Ga er maar aan staan. Dus we hebben nu 10 keer zoveel te analyseren dan we ooit dachten. En daar hebben wij dus het volgende op verzonnen. Het idee nanopublicatie en cardinal assertions. Want eigenlijk moeten we het data zipping doen. We moeten die enorme hoeveelheid data behapbaar maken, speciaal voor de computer en dan later ook voor mensen. Dus wat hebben wij nu gezegd? Eigenlijk heel simpel. We hebben daar een wereldwijde denktank voor opgericht. Die heet het Concept Web Alliance. We hebben gezegd, eigenlijk kun je de literatuur natuurlijk opbreken in hele simpele statements. En vergeet even de narrative met alle retoriek eromheen en de materials en methods, daar gaat het even niet over. Wat zijn de vindingen? Wat beweren wij? De claims? Dat zijn in feite assertions. Nou, dat kan zijn virus veroorzaakt ziekte, SNP veroorzaakt phenotype, allerlei dingen. Ook wat complexer, deze SNP in Caucasian people, in this position in the genome causes this phenotype, dat soort dingen. Die kun je vangen. En dat deed de Linked Open Data Cloud al in het Semantic Web. Maar wij hebben daaraan toegevoegd dat we provenance hebben. En provenance is super belangrijk in die zin dat eigenlijk is dit het kleinst mogelijk denkbare artikel. Eén bewering
in computer readable format, it's RDF, dat zullen we zo zien. Met auteur, time date stamp, wie zegt het, enzovoort. En linked naar allerlei evidence. Maar ja, wat een enkele bewering waard is uit context, dat is Jan Veldrop noemt het, die heeft ook de term nanopublicatie verzonnen als term. Het is eigenlijk net als een pixel van een plaatje. Op zich betekent hij niet veel, pas in context met andere pixels wordt hij meaningful. En dat is ook wat we dus doen. Maar heel belangrijk is dat als je nou allemaal dezelfde beweringen hebt, en ik zal straks wat numbers geven, nou, dan schrik je je echt rot hoeveel er al gezegd is in de life sciences. Maar stel nou dat je hebt de statement malaria wordt overgebracht door mosquito, of malaria is transmitted by mosquitoes. Een van de leuke dingen is dat wij die drie concepten, subject, predicate, object, terugbrengen naar een zogenaamde UUID, dus een uniek niet-semantisch nummer. Dus het maakt ook niet meer uit in welke taal je zo'n bewering doet. We gaan nu ook Twitter minen in allerlei talen om te kijken of daar dezelfde beweringen in zitten, essentieel. Dus je kunt nu heel gemakkelijk zeggen, deze bewering is in feite identiek. De nummertjes die naar de concepten verwijzen, die zijn identiek. Dan kun je dus zeggen, er zijn een heleboel nanopublicaties. Als je bijvoorbeeld PubMed, dat is 21 miljoen artikelen in de life sciences, als je die mined, krijg je al 6000 keer deze identieke statement eruit. Nou ja, dan is die zo ongeveer wel waar. Dan krijgt hij dus zo langzamerhand een evidence factor die we daar aan vasthangen van 0,999. We geven nooit iemand 1, want we hebben Popper allemaal gelezen. Maar we gaan daar een hele hoge evidence factor aan geven. Nou, onder de hoed, niet gauw naar, is het gewoon RDF. En nu even wat scary numbers. Als je, dit is een estimate van een schatting van Frank van Harmelen in Amsterdam. Dat als we het explicitoom zouden verzamelen, en daar zijn we nu hard mee bezig met een groot pharma-project. Dan zou je dus 10 tot de 14e nanopublicaties vinden, minimaal. Daar kunnen een paar naast zitten, maar in die orde van grootte. Nou, er is op dit moment natuurlijk absoluut geen triple store of wat dan ook die daarmee om kan gaan. LARC, de Large Knowledge Collider, dat is een prachtig project waar Frank dan ook directeur van is. Die kunnen nu met alle computers in Nederland bij elkaar, zo laten we het zo even zeggen, cloud, jungle, grid, 100 miljard triples per dag doorrekenen met descriptive logic. Dat is zo ongeveer de future. En ze hopen dat dat ook verdubbelt, dus volgend jaar kunnen we er 200 miljard. En dat is ongeveer wat je hebt als je de redundancy uit die nanopublicaties haalt. Dus je hebt eigenlijk alleen maar cardinal assertions, heel klein graafje met een evidence factor. Daar redeneert de computer overheen. Het leuke is, dat ook weer van Jan Veldrop, die heeft prachtige dia's, kon ze snel niet vinden vanmorgen. Maar die heeft het beeld van een helikopter die over een korenveld vliegt. En dan zie je de contouren van een fort, van een Romeins fort. En dat zie je alleen maar als je in die computer zit, in die helikopter zit. Dat zou je nooit vinden als je door het korenveld liep. Maar als je echt wil weten of dat fort daar zit, moet je landen. Krijg je a lot less noise, zegt hij er ook altijd bij. A lot of noise in de helikopter. En dan koop je een schep en dan ga je graven. En die twee dingen moeten heel duidelijk uit elkaar gehaald worden in e-science. Maar wat wij hebben gedaan is nog iets grappigers. En dat noem ik echt pas data zipping. En dat is namelijk dat als je nu zegt van alles wat ooit gezegd is over een bepaald gen. Stel dat dit groene bolletje is een gen. En dit is een gen, hetzelfde gen en allerlei dingen zijn over dat gen bekend. Als je die allemaal clustert in wat we dan knowledge noemen of molecules, dan kun je dus in feite verzamelen alles wat er over dat gen ooit gezegd is. En daarvan weet je ook hoe sterk die paden zijn. Dus dit is een hele sterke connectie en dit is een hele zwakke connectie, misschien alleen maar voorspeld door de computer. En nu kan LARC hier allemaal overheen gaan lopen. En dat moet Frank lekker doen en dat is heel belangrijk. Maar wij doen het heel anders en ik kan u vertellen dat dit is vanuit een van onze laatste artikelen. Dit is Huntington disease en alles wat er ooit over gezegd is. Dit is een gen en alles wat er ooit over gezegd is. Maar er is nog nooit gezegd dat dit gen iets met Huntington te maken heeft. Dus er is geen co-occurrence tussen dat gen en Huntington. Maar kijk eens hoeveel concepten deze twee knowledge aantrekken in het concept web. Nou, ik kom straks op die Skype logo's terug. Want wij zeggen, wij hebben in de life sciences slechts 2 miljoen concepten. Dus je hebt nooit meer dan 2 miljoen van die knowledge. Nou, die kan je als vectoren in de multidimensional space laten bewegen.
En dan kun je dus 2 miljoen bij 2 miljoen matrix hebben van deze knowledge. Dat worden maar een paar getalletjes. En dan kan ik mee op mijn Mac kan ik daarmee redeneren als ik hem bij me had. En dan is het wel zo dat deze concepten, als je een Huntington-expert neemt en een expert in dit gen, dan hebben ze vaak van deze concepten nog niet eens iets gehoord. Laat staan dat ze er echt iets van weten. Dus die connectie van dit concept via dit concept naar dit concept, ja, geen idee. Dus wil je onmiddellijk mensen roepen die dit doen. En wat we nu aan het doen zijn, is van, en daar willen we Narcissus en allerlei anderen en Vivo bij gebruiken, is dat een mens is ook een concept. U bent allemaal unique units of thought. Ik kan een artikel over u schrijven als ik wil. En u heeft dus zelf, als u publiceert, ook een knowledge. Namelijk alles wat je zelf hebt beweerd. Dus je kunt mensen gewoon in datzelfde ridiculogram, in datzelfde concept web mee laten draaien. En nu kun je continu, ik ga binnenkort bij Skype praten hierover, kunnen we zeggen, bel nou eens even 5 mensen die hun leven lang aan die genen hebben gewijd. En die zeggen, oh, logisch. En ik heb dat zelf ook gedaan. 10 jaar geleden kreeg ik 2 genen naast elkaar. Ik heb mijn suf zitten lezen 3 dagen. Over elk van deze genen zijn gemiddeld zo'n 90 artikelen geschreven. En uiteindelijk kwam ik er niet uit en ik ging naar iemand toe die er veel van wist. Die zei, ja, logisch. Ik wist het nog niet, maar it makes sense. En dat scheelde dus 3 dagen. Nou, wat je dus nu hebt is een dynamic concept web. Dat is geen ontologie. We hebben gewoon alle begrippen die er bestaan. En elke dag, als er weer nieuwe publicaties bij komen en we krijgen weer nieuwe nanopublicaties daaruit, ook uit datasets, miljoenen per dag, dan zullen deze gaat groeien, die trekt die meer aan, die 2 komen bij elkaar, die wordt afgestoten. Elke dag is dat concept web weer anders. Nou, wat kan je daar nou mee? Want dit kan ik per dag met een multidimensional scaling op mijn laptopje uitrekenen, dat is het probleem niet. Nou, ik had een mooi filmpje, dat is dan toch het enige nadeel van moderne technologie. Dit had ik via Dropbox binnengehaald, maar het staat natuurlijk niet op deze computer, het filmpje. Dus hij werkt niet. Maar als hij zou werken en je kon hier teruggaan, dan kon je dus zien dat bijvoorbeeld het CFTR-gen al jarenlang naar cystic fibrosis toe beweegt. Sorry, ik klik te veel. En tot zelfs mensen het doorhebben dat die 2 concepten met elkaar te maken hebben. Dus wij hebben nu ons onderzoek erop gericht, dat heet In Silico Knowledge Discovery, om een soort knowledge discovery window te maken, dat als 2 concepten daarin komen, dan roepen we tegen mensen, nou moeten jullie maar eens even gaan kijken of die 2 eiwitten niet echt met elkaar interacteren. En dan voorspellen we bijvoorbeeld op dit moment 44.000 nieuwe eiwit-eiwit interacties in de mens die nog nooit gepubliceerd zijn. En de eerste paar die zijn getest tot nu toe, die bleken waar te zijn. Nou, voor degene die iets van chaos theory weten, eventjes, dit is de famous sawtooth. Maar die is echt gecreëerd door te kijken naar eiwitten die iets met elkaar doen. Dat weten we uit allerlei databases. De rode stipjes zijn random eiwitparen. En wat blijkt is dat heel veel rode stipjes zitten in wat wij nu zo'n beetje gedefinieerd hebben als het knowledge discovery window. Dat zijn dus die 44.000 waarvan wij zeggen, jongens, kijk er eens naar. En wat gebeurt er nou dynamisch? Op een gegeven moment krijg je meer mutual information tussen knowledge. Dus ze beginnen elkaar meer aan te trekken. Er komen meaningful associations bij. Door publicaties of mensen die wat roepen in Twitter. Ze krijgen ook meer concepten gemeen over het algemeen. Dus de piek van deze sawtooth over tijd schuift naar rechts. En knowledge discovery takes place at the edge of chaos. Dat is niet zo raar als je er achteraf over denkt. Maar dat gaan wij dus ook nu steeds meer aantonen. En alles wat hier in dat grote witte vlak zit, is alles wat zo complex is dat wij er geen idee van hebben. En een student die dit heeft gemodelleerd zette er voor de grap aan het eind bij. Aan het eind heb je de Global Online Database. Dat is dan God. Die snapt alles, maar wij niet. Maar daarnaast is het zo, en dat is een hele praktische toepassing hiervan al. En dat is namelijk dat wij aan het eind van deze grafiek op de y-as of op de x-as staat pure conceptual overlap. Dus hoeveel hebben die knowledge gezamenlijk. Daarvan zie je dat er hier aan het eind zitten ontzettend veel van die knowledge die heel veel connecties hebben, maar die betekenen niks. We kunnen er niks mee. Als je die typische relaties nu gaat verwijderen uit het concept web, dat zijn zeg maar de noise, kan je bijna zeggen. Oeps, sorry. Dan zie je dus dat je een veel betere predictie kan krijgen door puur de noise uit het netwerk weg te kunnen filteren. Dus dit zijn de manieren waarop nu met kennis wordt omgegaan. En
dan is het ook nog zo dat dit is even alleen eerste lijn mensen waar ik op dit moment mee samenwerk internationaal. Nou, daar word je al helemaal gek van zo'n mindmap. Maar dit zijn ook de mensen die ik zou kunnen bellen als ik iets niet snap in zo'n ridiculogram. En dat is dus even terugkomend naar wat is nou moderne wetenschap en wat is nou ook even de rol van artikelen. Je gaat eerst dus in de helikopter zitten en je ziet het fort. Dan zeg je, hé, dit is interessant. Wat die doet is twee dingen. Je gaat mensen bellen, consultation, want die hebben hun leven gewijd aan deze concepten, dus die kunnen misschien veel sneller iets zeggen over die andere dingen. Sterker nog, we hebben net dit artikel afgewezen gekregen in Nature Genetics, omdat een van de mensen zei, wat jullie voorspellen wist ik al lang. Ja, maar wij dus niet. En de computer ook niet. Dus vind ik het een waardeloos systeem. Maar hij wist het omdat het verborgen zat in allerlei supplementary data, omdat hij toevallig expert is. En de computer voorspelt het puur op basis van PubMed abstracts, die publiek toegankelijk zijn. Dus hij gaf de beste argumenten om het artikel te accepteren, maar wijst het af. Nou ja, daar moeten we nog een hartig woordje over spreken, maar goed, dat zien we dan wel. En hier zie je dus dat mensen ook gaan zeggen, waarom zou ik nou geloven dat dit met dat samenhangt en dat met dat? Dat zijn twee triples. Wat gaan ze doen? En dat is dus mijn grote pitch nu naar de Elseviers van deze wereld toe. Ze gaan terug naar jouw website om te lezen waarom ze dat zouden geloven en wie heeft dat nou gedaan. Dus die provenance die hierin zit, auteurs, en deze bewering wordt ondersteund door 80 nanopublicaties. Klik, ik zie ze alle 80. Klik, ik kan naar de abstracts. Klik, ik kan naar het artikel. Of ik kan de persoon bellen die erover gaat. Dat is de manier waarop e-science zal gaan plaatsvinden en al plaatsvindt in de life sciences. En andere disciplines zijn misschien minder data-intensief, maar zullen denk ik toch wel snel volgen. Als je dat wil laten doen, even alleen maar om te laten zien dat dit werkelijk nu aan het gebeuren is, Concept Web Alliance heeft dit verzonnen. Wordt nu gevraagd om open nanopublication source, internal nanopublication source te gaan maken voor de pharma. Maar dat doet dus een professionele organisatie, dat doen we niet zelf. Daar komen die Cardinal Assertion Stores uit. Daar zitten allerlei applicaties op. Dit kan in Cyverse zijn van Elsevier, maakt niet uit. Die gaan hier overheen reasonen. En je hebt natuurlijk je users nodig. En een van de dingen waar het altijd fout loopt met wetenschappers, inclusief mijzelf. Ik heb een paar bedrijven opgericht, maar gelukkig was daar dan een senior bij, Al Berkeley, de ex-president van de Nasdaq. En die durfde gewoon tegen mij te zeggen, als ik weer dacht dat ik iets business slim zei, zei hij, Barend, shut up. We'll call you when we want to destroy the company. En wetenschappers kunnen gewoon 90% geen bedrijf leiden, want die willen de kleuren-tv maken en niet de zwart-wit-tv verkopen. Dus wij zeggen altijd, wacht u nog even met de zwart-wit-tv kopen, want we weten eigenlijk al hoe we kleuren-tv moeten maken. Die duurt A, 5 jaar langer dan we dachten. En B, mensen moeten eerst verslaafd raken aan de zwart-wit-tv natuurlijk. Dat snapt elke businessman. En wij vinden dat bijna onethisch, weet je wel. Dus dit moet je allemaal bij elkaar brengen om een goede een ecosysteem neer te zetten. En dit wordt dus nu door bedrijven gedaan, anders zou ik er alsnog een puinhoop van maken. Dit heb ik een beetje gevaagd, want we moesten ook echt naar de future kijken. En een van de dingen die wij in 2008 al hebben geroepen, met echt mensen erbij als Amos Barrog, die Sysprot, de grote database, heeft opgericht. Michael Ashburner, Gene Ontology, maar ook Jimmy Wales, enige wetenschappelijk artikel ooit, de founder van Wikipedia. En dat heette Calling on a Million Minds, inmiddels is het 3 Million Minds. Want wat is nou de grap? Er zijn 3 miljoen wetenschappers die publiceren in PubMed. En allemaal publiceren ze natuurlijk over een gen, een eiwit en die dingen waar ze hun leven aan wijden. Mijn hoofd van de afdeling, Gert-Jan, is net vrijdag met emeritaat gegaan. Die heeft zo'n beetje zijn hele leven aan Duchenne muscular dystrophy gewijd, aan één gen. En eindelijk komt daar dan een therapie uit openen. En het grappige is dat je ook ongeveer 3 miljoen, 2 tot 3 miljoen van die knowledge hebt. En wij hebben al heel lang geroepen, als nou iedereen één zo'n knowledge adopteert, en die zegt, voor Huntington disease zorg ik dat die perfect is. Dus alles wat hier onzin is, flag ik en ik zorg dat dit netjes klopt. Dus we zijn nu een human readable interface aan het maken. Daar, als je dit daarin stopt, krijg je gewoon een lijst van nanopublicaties of cardinal assertions over Huntington. En dan kan je zeggen, nou dit wel, dit niet. Dat kan via je iPhone. En het grote idee is namelijk, als ik zeg, dit is wat ik weet. En wij vinden een nanopublicatie die hier al lang staat, dan krijg je helemaal geen alert natuurlijk. Ik wil natuurlijk niet horen, malaria wordt overbracht door een moskieten. Oeh, nou, dat wist ik al 100 jaar. Nee, wat ik wil weten is, als er ergens in de wereld een assertion wordt gedaan,
door wie dan ook, over Huntington of malaria, die ik nog niet weet, dan wil ik onmiddellijk een rood cirkeltje op mijn app zien hier. En die apps zijn nu in design en mensen gaan ze bouwen. En dan kan je dus ook zeggen, ik adopteer zo'n nodet en dan doe ik dat. En nou, ik weet niet hoe ik aan de tijd zit, maar dit is zo'n beetje mijn laatste dia. Wat ik dus eigenlijk nu ook graag wil zeggen is, mensen die moeten hiervoor beloond worden. Data sharing kan alleen als mensen daarvoor beloond worden. Nou, in dat Nature-artikel wat ik net eventjes liet zien, The Value of Data, hebben wij laten zien dat een ander artikel in dezelfde Nature Genetics, dat ging over een database. En dat ging dan, ze maakten een plea voor wat ze noemen micro-attribution. Zei ja, heel veel mensen citeren mijn database, krijg ik nooit een award voor, want Thomson Reuters doet het niet met de impact factor. Weet je wat, we schrijven een artikel over die database en dan kunnen mensen naar dat artikel refereren. Interessant. Wij dat artikel geanalyseerd, zitten 600 nanopublicaties in het artikel en in de database 44.000. Je kunt natuurlijk nooit al die 44.000 in die narrative verwerken. Dan zou je 10 jaar Nature artikelen moeten schrijven. Dus, hebben wij gezegd, aangezien al die nanopublicaties in de supplementary data, de database in dit geval, relateren aan het hoofdartikel, heb je nu voor dat artikel 44.600 citatie possibility, mogelijkheden. En het zal dus de impact factor van het tijdschrift verhogen. En mensen komen langs om te kijken waarom zou ik deze triples geloven. En nu zie je ineens een switch in de publishers die komen naar mij toe in plaats van ik naar hen en zeggen, als we nou al onze full teksten enzovoort. Dus je ziet dat er ook sociaal enorme hobbels zijn om van de oude manier van publiceren naar deze nieuwe manier van e-science te gaan, zonder de businessmodellen van de grote jongens, de Elseviers en zo, volkomen te verstoren. Want je kan ook niet tegen Elsevier zeggen, joh, je moet morgen maar open access gaan doen en je omzet van 4 miljard wordt dan even 2 miljard. Maar goed, dat moet dan maar even. Ik denk niet dat ze dat zo graag zullen zien. Dus je moet ze ook niet tegen je in het harnas jagen, want we hebben die mensen ook keihard nodig. Nou, even afrondend. Ook om te laten zien dat we niet alleen maar meer een Don Quixote zijn. Dit is nu geaccepteerd door een heel grote pharma IMI, Innovative Medicines Initiative project. En steeds meer mensen gaan daaraan meedoen. En het zijn er inmiddels alweer veel meer dan deze logo's. Natuurlijk doe ik dit allemaal verre van alleen. Dit zijn alle mensen die in Nederland en in het Concept Web Alliance meedoen. U hoeft ze niet allemaal te lezen, maar als u zelf mist terwijl u erbij hoort, dan komt u maar even langs. Maar en inderdaad, LUMC, heel belangrijk, daar werk ik dan, MBIC, maar ook nog bij het Erasmus e-Science Center. En dit is de groep van bedrijven die hier nu achter staat om te zorgen dat ik het niet alsnog verknal. Dus ja, dit is eigenlijk toch wel een beetje een blik in de toekomst, denk ik. Maar niet eens zover. Dit is echt iets wat binnen de komende 5 jaar gemeengoed is. Daar ben ik van overtuigd. Dankjewel. Dankjewel, Barend, voor dit inzicht in de toekomst. Ik wilde nog even wat zeggen over de opzet van de dag. We hebben ervoor gekozen om een aantal inspirerende verhalen hier te hebben voor dit big data en de impact op publiceren, et cetera. En na de pauze straks hebben we een aantal workshops. 3 workshops rondom de 3 thema's die zo dadelijk behandeld worden. Om die workshops echt interactief te houden, hebben we het aantal plaatsen in die workshop beperkt tot 25. En een voucher voor zo'n workshop is af te halen bij de balie. Ik hoop dat dat niet tot problemen leidt bij de balie straks, maar dat zien we dan vanzelf wel. Dus als je vragen hebt, wil discussiëren met Barend, dan kan dat direct in de pauze. We hebben een hele lange pauze van 1,5-2 uur, dus ik denk dat Barend wel aanspreekbaar is in die pauze. Het is zelfs zo, omdat ik mijn laptop ben vergeten, heb ik de hele dag niks te doen. Dat is ja, ik blijf de hele dag, dus ik kan alle vragen later beantwoorden. Oké, en daarna dus de workshop als je nog verder diepte in wil gaan met alle collega's. Dankjewel, Barend. Ja, graag gedaan.